Hoi kijkers van Jijfreften, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van een... Ja, het valt al een serie Kingdom Tour. Maar dat is het niet, want we gaan heel Minecraft vandaag niet openen. Ik ga jullie namelijk laten zien hoe de dinmap van de server eruit ziet. Ik heb namelijk wel eens onder video's van andere Kingdom spelers, zoals Samal of Etol Dier gezien. En daarbij zeiden jullie van, joh, laat nou eens het mapje zien. En ik dacht, nou, als jullie dat niet doen, dan doe ik het wel. En ja, dan moeten jullie het met mij doen. En dat is natuurlijk heel aardig van mij. Want ja, dan zien jullie dat ook weer eens. En het is ook nog eens aardig voor mezelf. Want dat levert er views op als het goed is. Maar dat hoeven jullie niet te weten. Dus. Dit is natuurlijk het stukje van Khaleesi. Dat heb ik wel eens vaker laten zien. Nou, hier zie je het nog een keer. Hier hebben we Kaira. Met de provincie Kaira begint hier. Is het hele Schiereiland. Hier is de hoofdstad van de provincie. Hier woon ik in dit zielige vissersdorpje en hier heb je de bank en het archief en nog een ander dingetje en het is allemaal super interessant en zo. Met de grens en hier heb je de hoofdstad. Want laten we gewoon maar even bij Khaleesi beginnen, aangezien dat mijn eigen kingdompje is. Hier hebben we dat stukje dat jullie in de vorige Kingdom Tour hebben kunnen zien, namelijk Oost-Erastix en de troonzaal en het paleis en... Ik weet niet wat het is. Met hier natuurlijk een groot gedeelte haven. Nou, dat is allemaal heel erg prachtig. En even voor de duidelijkheid, zo ziet de hele wereld eruit. Het ziet er super scheef en raar uit allemaal. Ik moet even kijken wat jullie allemaal zien, want jullie hoeven niet de URL te weten. Dus ik heb heel raar met het scherm moeten doen en zo. Misschien kan het trouwens nog wel iets zien. Beter. Ja, dan kunnen we iets meer. Zo. Oh, wauw. Het is geweldig. Zo, hebben we iets meer te zien. Niet dat het heel veel scheelt of zo. Maar toch, het idee is leuk. Dit is dus Midisti, dat weten jullie waarschijnlijk wel. Met, ik weet niet, volgens mij hoort dit niet bij Midisti. Volgens mij is dit hier Midisti. En hoort dit er ook nog bij. En dit ook. En dit ook, om onbekende reden. En dit hier is Bovisti. Zo. Dat is allemaal nieuw, daar ga ik wel wat meer over vertellen. En dit is allemaal onbekend terrein. Want kijk, als we de wereldborder aanzetten, zien we ook dat we daar niet eens kunnen komen. Dus dat is allemaal niet heel indrukwekkend. En dan heb je hier Tortisti. Misschien dat dat daar ook onder valt, maar dat weet ik niet zeker. En hier heb je Myrdia, waar je Nava zit. Is echt ontzettend groot, groter dan heel Midisti. En ja. Dan heb je hier natuurlijk Entropia, met de mooie hoofdstad. Even kijken of we dat in 3D kunnen zien. Ja, Entropia wel voor het grote gedeelte. Hier heb je natuurlijk de vertrouwde troonzaal, waar het ooit allemaal begonnen is en zo. Het is niet heel mooi, maar omdat ze de authentieke gevoelens en zo allemaal intact willen houden, hebben ze dat gewoon iets uitgebouwd. Hier een enorme kathedraal, waar dat goed voor is, dat weet niemand. En hier hebben ze hun kasteel weer herbouwd, zie ik. Maar ze hebben ook een stuk van die berg groter gemaakt. Met hier natuurlijk het zwaard. Dat is natuurlijk altijd het kenmerk geweest van Entropia. En dat zal het ook altijd blijven. Nou, en dan precies waar Entropia ophoudt en Khaleesi begint. Houdt het 3D op, dus dat is wel heel teleurstellend. En even kijken, als het goed is hebben we hier nog de haven. Nee, dat zit er niet bij. Ik weet niet wat dit is, dit is nieuw. En ik weet niet van wie het is. Misschien is het van... Waar zijn de grenspalen? Even kijken waar de grenspalen zijn. Hallo? Het staat echt letterlijk op de grens van Eos... Tixa en Entropia. Dat is wel vreemd. Dus ik weet niet van wie het is aan een bouwstijl te zien. Even kijken. Entropia heeft meer hout, hè? Ik denk dat het van Tixa is, maar dat weet ik niet zeker. Als ik dit zo zie, zou dat wel kunnen. Maar goed, laten we teruggaan naar 2D, want dan zien we net even wat meer. Hier hebben we natuurlijk de haven van Entropia. Enorm groot, vierkant ook, met de bloedmagie van de bloedsteen die overal is uitgespat en... Bah, niet leuk. Wil ik niet in mijn stad hebben. En
Dan hebben we hier nog Bor, is ook van Entropia. En dat is best wel voor een gedeelte vernieuwd. Even kijken of dat wel in 3D is. Nee, jammer. En dat is ook voor een gedeelte nog heel oud. Als je er langs vaart, dan is het best wel lelijk om te zien. Helemaal dit ding. Dit slaat helemaal nergens op. Dat is ook nog van Bor. Maar laten we verder gaan naar Tixa. Ik had het er net al over. Tixa is niet heel erg actief op het moment. En hier heb je, hoe heet het ook weer? Volgens mij rond beton. Oftewel, ik weet niet meer, het had nog een naam. Maar dat is een enorme fort dat bijna oninneembaar is. En van boven ziet het er echt verschrikkelijk uit. En ja, dat is gewoon een heel goed PvP fort van Tixa met een hele mooie boot erbij. En hier nog een lief bootje. En dan heb je hier de hoofdstad. Niet heel erg vol. En of is dit rond beton? Nee, ik denk het niet. Volgens mij is dat rond beton. En is dit een ander fort of zo? Ik denk een oud fort, maar dat weet ik niet zeker. En dit is allemaal nieuw zo te zien. En dit is natuurlijk niet hoe een Minecraft-wereld er normaal uitziet. Ik weet niet wat ze daarvan plan zijn. Nee. Dan heb je hier de tolbrug van Tixa en Malino. Nou, Malino is natuurlijk verlaten. Daar is helemaal niks meer mee aan de hand. En hier heb je die prachtige Malinoberg. Met, ja, die is een beetje verwoest door Empire. Met hier een PvP arena. Is allemaal heel oud en zo. Dus de bouwstijl is niet echt heel erg spetterend. En hier heb je Eos. Even kijken. Hier, het enige wat, er staat eigenlijk helemaal niks in Eos. Behalve dit prachtige ding. Wat de span van de server is. En dat is nog mooier dan mijn span. Dus dat is echt bijzonder. En eventjes kijken. Hierboven hebben we natuurlijk Kali. Kali bestaat niet meer. Dat is ingenomen door hier volgens mij. Door Jort. En hier door Medusa. Tenminste, dit is Medusa toch? Volgens mij is dit Medusa. Ja, dat is Medusa. En dan hebben ze een soort grensding gebouwd met een enorme brug. En hier een heel paddenstoelenland waar ik niet weer echt heel erg wijs uit kan worden. Maar ze hadden ooit een hele grote troonzaal gebouwd, maar is die nu weer weg of zo? Of is dit dat paddenstoelenland een troonzaal? Ik zou het echt niet weten. Ik kan op deze manier niet echt heel erg veel mee. Wow. Dit is wel bijzonder. Ja, volgens mij is dat de troonzaal als ik dit zo zie. Maar dat weet ik niet zeker. Gelukkig heb ik heel snel internet, dus dat scheelt een hele hoop. Hallo? Ja, oké, we doen het weer. Nee, we doen het niet. Oké. Nou, dat was dus Medusa. En dan heb je hier natuurlijk Jort. Dat zijn niet echt heel erg grote vriendjes. Want hier, zoals je ziet, hier hebben ze ook een muur of zo gebouwd. Een scheidingslijn tussen hun gebieden. En Jort, dat is natuurlijk niet alleen dit stuk. Maar dat heeft nog een veel groter stuk hier helemaal. Maar dat laat ik zo wel zien. Dit is natuurlijk oud Fenrin. Of oud Jort, wat eerst Fenrin heette. En daar hebben ze een hele hoofdstad gebouwd. Het is een van de meest symmetrische hoofdsteden die er bestaat, zoals je kan zien. De muur is in ieder geval helemaal symmetrisch. En ja, volgens mij is het best wel mooi. Ik ben er nog nooit geweest. Maar het is echt heel teleurstellend dat het 3D zo verkrekt is. En wat hebben ze nog meer? Ze hebben hier dus de hoofdstad met hier een hele hoop farm zo te zien. Nog meer farm. En ze hebben een hele muur langs de grens gebouwd. Eerst was Empire zo vriendelijk geweest om een hele muur aan vuur hier langs te maken. Maar ja, nu hebben ze een eigen muur gebouwd. Ik weet niet, misschien wel om Empire buiten te houden, maar dat weet ik niet zeker. En hier heb je die enorme Empire muur. Die langs de hele grens van Malino en Verjen gaat. Of Jort. Met hier een mooi wachttorentje. En hier de oude outpost en hier de nieuwe. Het ziet er indrukwekkend uit. Het zal zeker een verbetering zijn met wat het eerst was. Want dat is niet heel erg moeilijk. En ja, dat is dus Empire. Empire loopt helemaal zo hier. En dan, ik weet dit niet volgens mij, zo.
Dit hele stuk is Empire en dit hier ook, maar dat is de slangenpas. Dus dat is wel Empire, maar ze doen er niks mee eigenlijk. We kunnen hier gewoon, dat is het enige stukje wat wij als mensen uit Khaleesi kunnen gebruiken om hier in Bovisti te komen. Want dat heb ik ook wel eens gedaan. Zijn we op een hele mooie reis geweest, die ik helaas ben vergeten op te nemen. Zijn we helemaal hier zo langs gevaren, langs Atla en langs Yennefer en Serra. Zo door de slangenpas richting, nu moet ik even goed denken, volgens mij is dit Wyvern. Nee, dit is nog, nee, dat is fout. Dit is nog Empire, want hier loopt de slangenpas nog en dit hier is Wyvern. Het ziet er een beetje raar uit, maar dit is allemaal een custom landschap. En hier heb je een enorme ijszee, dat is een update van laatst. Dit hele gedeelte is ijs. En hier liggen een aantal schepen van, dit volgens mij van Medusa, dit van Ljord, van Yennefer en deze is van ons, van Khaleesi. En deze ijszee, dat zit eigenlijk tussen heel Xar en Wyvern in. En dus ook, ja, dit is ook nog Xar volgens mij. Dit is, ik weet niet wat het is. En dit is natuurlijk oud Xar, was ooit van Thies. Thies is ermee gestopt en nu is het van niemand. En ja, het is allemaal een beetje vervallen, zo ziet het tenminste uit. En ja, daar kan ik ook niet heel veel meer over vertellen. Dit is die hele oude Empire basis tempel die ooit nog uit de roleplay van Malino stamde. En dit is nou de hoofdstad. En dit is heel raar geworld edit of zo, dat weet ik niet. Oh, en dit is ook nog een nieuw projectje van vlak voordat Thies ermee ophield. Dan zijn we hier weer bij Ljord. En even kijken, wat kunnen we dan nog meer laten zien? Oh ja, dit is natuurlijk niet alles van Bovisti. Want hier hebben wij ook nog het hele mooie land genaamd Malsan. Malsan, ik weet niet wat daar het idee van is. Dat is een Kingdom 2 Kingdom en dat is hier neergegooid. En we mogen er niet komen. Het wordt ook beschermd door de heer Bragos. Die woont trouwens hier. Dit is Braga. Daar woont die man. Nou, toen wij vlakbij de grens van Malsan kwamen, toen kwam hij er ineens aan met zijn draakje. Dus dat was niet echt heel erg toegankelijk. En wat wij dan nog meer hebben, is hier oud Fenrin. Ja, Fenrin is nu dat hele oosterse ding dat hier ligt. Dit is nu Fenrin. Dit hoort volgens mij ook bij dit sneeuw, dat is nieuw. Maar eerst voordat zij hier vandaan verdreven werden door Empire, leefden zij hier. En ik moet zeggen dat het landschap me wel bevalt. Ik zou als Khaleesiaan er geen probleem mee hebben om dit stuk land te hebben. Het is heel afwisselend. Hier heb je een beetje bomen met ruïnes. En hier heb je een gebergte. En hier heb je een rivierdelta met wat dichtere bebossing. Dus ik vind het een best mooi landschap. Is natuurlijk ook helemaal custom in tegenstelling tot alle klassieke kingdoms eigenlijk. En dit was ooit hun hoofdstad, maar dat is helemaal plat gebombardeerd door Empire. Dus daar is niet heel erg veel meer van over. En dan hier, even kijken. Oh ja, dit trouwens is een tempel van rechttempels. Mag je niet komen, mag wel, maar is niet heel erg slim. Ja, en ik weet niet wat het nut ervan is. Even kijken, wat hebben we nog meer hier? Hier hebben we natuurlijk Ljord. Met hier de hoofdstad, hoe heet die? Is dit de hoofdstad? Ja, dit is de hoofdstad. Dragonholm, echt ontzettend groot, moet je even kijken. Die hele hoofdstad is ongeveer net zo groot als, want dit is ook nog bij de hoofdstad, want er staat een muur omheen, zoals je kan zien, er is alleen niet zoveel mee gedaan. Die hele hoofdstad is ongeveer net iets kleiner dan heel Khaleesi, denk ik, of misschien ook zelfs niet. Nou ja, dat is natuurlijk echt enorm. Even kijken wat dit is dan. Dit is ook allemaal custom. Een beetje fout geworldedit, maar ja, dat is niet anders. Ik denk dat dit een poging was tot het herstellen van kapotte chunks. Maar dat weet ik niet zeker. Misschien dat dit nog iets, een projectje in aanbouw is. Nou ja, hier dus Braga. Dat is waar
waar David in zijn roleplay toen ooit is doodgegaan, is opgegeten door de draken van Ljord. Ja, en dan hier allemaal onbebouwd landschap. Hier in het zuiden is ook een heel raar landschap, een mesa biome. Ik weet niet of dit nou echt natuurlijk is of dat het... Nee, het ziet er wel natuurlijk uit. Nou, daar wordt niks mee gedaan. Hier hebben we Sand Island en Sand Vasteland. Daar kunnen we gewoon op zand winnen. Dat is heel erg fijn. Moeten we echt dit enorme end hier vandaan zo doem doem doem... Moeten we met de Iceway om zand te gaan halen. En ja, dit is dan vlakbij tussen eigenlijk Sand Island en Sand Mainland... Is, als ik het goed heb, Faxios. Maar Faxios is van niemand meer. Dat lag eerst ergens anders, volgens mij. Volgens mij, of misschien lag het wel altijd al daar. Ik weet niet. Dat is een swamplandschap en het is niet in gebruik. En dan hier in Tordisti hebben we, nou ja, zoals ik al zei, hier hebben we het prachtige, mooie Fenrin. Het is niet helemaal ingeladen, maar er is geen kingdom zo goed ingeladen als Fenrin. Wat een toeval dan dat de koning van Fenrin ook de projectleider is. Nee, dat denk ik niet dat het er iets mee te maken heeft. Maar ja. Nou, zoals je kan zien, Fenrin is echt enorm volgebouwd. Dat is echt bizar. Hier hebben zij een stad. Het heeft allemaal namen, maar die weet ik allemaal niet. Hier hebben ze een stad. En hier hebben ze ook een stad. Een hele bijzondere stijl, vind ik. Dat zie je verder nergens. En... ja, ik denk dat het wel een van de mooiste kingdoms is. Moet je die boot zien, joh. Wow. Gek, man. En hier dus het nieuwe stukje. Dat, wat hier is, dat lijkt wel een veld van zonnepanelen, maar het, ik weet het niet eigenlijk. Het ziet er heel vreemd uit. Wat hebben we dan nog meer? Hier heb je Elektria, volgens mij. Dit is eiland. Eiland is zo te zien helemaal leeggetrokken. Ik weet niet waarom en wat ze daarmee van plan zijn. Maar het lijkt erop dat ze grote plannen hebben, ook al zijn ze nooit online. Dit is trouwens een Empire toren. Ik vind het heel erg sierlijk voor Empire met dit hartje. Best wel vreemd. Maar hiermee houden zij de wacht tussen ja, de zuidelijke eilanden eigenlijk. Nou, dat is eiland. En het eiland is natuurlijk niet het enige van... van, hoe heet het, Atla. Atla heeft hier natuurlijk ook nog het vasteland. Waar het ooit allemaal begon. Met hun gezonken bootjes. De heilige kip. En hun Maya tempels. Dit is nog wat natuurlijker. Hier ligt een enorme boot trouwens. Dat is echt bizar hoe groot die boot van Atla is. Hij lag eerst hier ergens volgens mij. Maar dat weet ik niet zeker. Misschien praat ik nu ook onzin. Wat dit is, weet ik niet. Misschien is dit Nieuw-Atlantia, maar dat weet ik niet. Wat hebben wij dan nog meer? Dan hebben we hier hebben we nog een nieuw stuk dat ook van Elefteria is. Dat, ja, Elefteria is natuurlijk dit stukje. Is ontzettend klein. Dus die hebben dit stuk erbij gekregen. Is helemaal met de hand aangemaakt. Dat kan je ook wel zien. Dus ik vind het een heel lomp, lelijk eiland. Alleen maar... hoe heet die meuk? Savanne. Savanne vind ik zelf ook een van de minst mooie biomes. Waarom is het nu weg? Het was er net. Tweede poging. Nou, prachtig. Kijk. En daar hebben ze zo te zien ook al een nieuwe stad ingebouwd. Behoorlijk groot. Ik weet niet hoe ze dat zo snel voor elkaar hebben gekregen. Maar het is er nog niet helemaal af, zou te zien, als ik dit hier zo zie. Nee, het ziet er niet heel erg af uit. Maar voor de rest, ik vind dat ze dat best wel vlot voor elkaar hebben. En dan... dat waren de zuidelijke eilanden, volgens mij. Wat blijft er dan nog over? Eigenlijk niks. Hoort dit er ook nog bij? Ik weet niet wat het is. Hier halen ze volgens mij resources vandaan. Maar dat weet ik niet zeker.
Dit is Dirt Island volgens mij. En daar kan je dirt halen. Nou, dat is niet heel erg spannend. En dan komen we hier bij het enorm grote Yennefer aan. Oftewel Myrdia. Dit is een stukje van Empire. Uit de roleplaystream van Samal. Volgens mij word je hier omgedoopt tot Empire als je dat wilt. En hier is hun... hun marine ding. Hier worden schepen gebouwd volgens mij. En ja, hier kijk. Hier worden schepen gebouwd. En hier zit het hoofdkwartier van de Yennefaanse marine. Volgens mij de VJC heet dat. De Verenigde Yennefaanse Compagnie. Met hier een nieuw stukje land. Ik heb echt geen flauw idee hoe dat heet. En wat hebben we nog meer? Ook geen flauw idee wat dit is. Ziet er ook... Ja, Yennefer heeft een hele hoop van dat soort kleine dingetjes. Hier is de draak van Edgar van Ravasha van de haven van Entropia. Hebben ze ooit omgevochten volgens mij. Vraag me niet waarom. Iets met bloedmagie denk ik. Hier komt iets heel groots aan in dit moeras. Maar dat is hier nog niet te zien. Het zou wel fijn zijn als hij dit met gewoon een keer ging meewerken. Ah, dat is wel echt heel erg fijn om te weten. Ja, dat is nog veel fijner om te weten. Wat we hier dan hebben... ik zou het echt niet weten. Het is veel te groot, dat Yennefer. Hier lijkt op een toren in aanbouw. Dit lijkt op een toren uit... Of een arena... Uit Kingdom Seizoen 1. Want heel erg indrukwekkend ziet het er niet uit. En dit is, ja, ik heb echt niet zo heel veel ideeën van wat het allemaal moet voorstellen. Hier is een wat grotere stad van Yennefer. Ook, volgens mij is dit het oude deel van waar Kali heen was gevlucht. Toen ze werden verdreven door het zuiden. Met een berg die ze helemaal hebben leeggemind en zo, als stel dwergen. Nou, hier nog zo'n dorp in dit rare landschap. En dan hier komt de sneeuw. Daar hebben ze ook maar eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Kom op, inladen. Ja, je kan het. Je kan het. Goed zo. Dit is volgens mij de oude gevangenis. Het oude Fort Forland. Maar nee, niet. Geen idee. Dit was wel eerst de gevangenis. Hier is toen Ragtagar ontsnapt. Ook heel erg netjes geworld edit en zo. Ja, die gebruiken ze niet meer volgens mij. Hier nog een aantal oude steden. Dus het lijkt oud uitzien. En dan heb je hier natuurlijk het enorme Nieuw Valmar. Dat is echt... Ik weet niet wat groter is. Even kijken. Is dat groter of die stad van... Het past natuurlijk net niet allebei tegelijk op. Volgens mij is het nog groter dan die stad van Ljord. En het is laatst helemaal vernieuwd. Dat vind ik wel mooi. Ze zien er iets meer, iets Amerikaanser uit. Dus zo, met een beetje een soort kapitool hier. En een soort, ja, symmetrische parade. Nou, dit is niet eens het kapitool. Het is volgens mij de ambassade en dit is de troonzaal. En hier het paleis. Maar het ziet er wat strakker uit allemaal. Wat groter en wat voller. Want eerst was het allemaal een beetje raar en zo. Hier een arena. Volgens mij is dit een bibliotheek. Maar dat weet ik niet zeker. En ja, het is gewoon enorm. Het slaat echt helemaal nergens op. Die hele stad is natuurlijk weer groter dan heel Khaleesi. Niet helemaal eerlijk. Maar goed, het is niet anders. Laten we doorgaan. Oh ja, de Nava heeft natuurlijk ook nog oudje Nava. Hop. Kijk, daar is het. Nou, oud Yennefer bestaat eigenlijk helemaal op een klein... Nou, het bestaat ongeveer voor de helft uit de hoofdstad Oud Valmar. Met hier natuurlijk hun trots Fort Forland, hun gevangenis, waar niet uit te ontsnappen zou moeten zijn. En ja, het is enorm. Helemaal die troonzaal ook. Is ook gewoon een derde van de hoofdstad. Alsof het niks is. En hier het beruchte, de beruchte Black Gate zou ik eigenlijk moeten zeggen. De grens van
van je Nava is schuin gebouwd. Dat is, moet ik wel even mijn complimenten aangeven. Dat is echt... Ik zou het ze niet na kunnen doen. En ja, dat is je Nava. Hier hebben we natuurlijk ook nog Sera. Dat is natuurlijk van onze grote vriend. Ik weet niet meer hoe die heet. Kalerdir. Oftewel de man die gevlucht is uit je Nava. Die heeft toen hier Sera opgebouwd. Nou, voor de duidelijkheid. Dit hier, dit stuk, is Sera. Oftewel, hun hele land is gewoon vol. Hier hebben zij een handelsstad. Dat is heel groot. En daar zou iedereen gewoon moeten kunnen komen om vrij te handelen. Volgens mij is het inmiddels verder af. Volgens mij heb je hier nu een baai met hier een haven. En nog meer gebouwen. Maar ik denk dat het nog niet goed is ingeladen op de map. En ja, hier zou iedereen, ongeacht hun afkomst of ze nou van je Nava komen, wat echt een grote vijand is of niet, kunnen hier gewoon komen om te handelen. Empire Toren. Hey. Wat hebben ze voor de rest nog? Hier hebben ze een klein dorpje zo te zien. En ik heb echt geen flauw idee wat dit zou moeten zijn. En hier heb je hun hoofdstad. Ook niet. Ik weet niet hoe dat heet. Dat heet Silverport volgens mij. Hoe dit heet weet ik niet. Dit is ja, een van de meest compacte hoofdsteden op de hele server. Dit is hun dingesgebouw, een troonzaal of zoiets. Dat neemt de helft van de stad in, gewoon letterlijk. En dan heb je hier een paar huisjes. Dit is waar het allemaal begon van Sera. Dus toen hebben ze dat kleiner en compacter aangepakt. Ik vind het best wel strak. Ik vind ook Sera persoonlijk een van de mooiere kingdoms. En hier nog een klein dingetje. En hier gaan ze denk ik ook nog wat bouwen in deze bergen. Zal vast niet in 3D kunnen. Oh, jawel. Wow. Cool, man. Nou, dit is de Silverport, zoals ik al zei. Hier kan iedereen handelen. Dit is volgens mij de ambassade van Fenrir. En ik weet niet wat het allemaal moet voorstellen. Maar het is in ieder geval best wel mooi gebouwd. Heel erg compact en dicht op elkaar. Maar toch, ja, mooi eigenlijk wel. Dus ook dit is weer een heel custom landschap. Waar ik gewoon echt heel jaloers op ben. Omdat eigenlijk Khaleesi een best wel lelijk kingdom is. Maar dat mag ik niet te hard zeggen. Dat was Sera. Laten we even kijken wat we nog niet gehad hebben. Wat hebben wij nog niet gehad? We hebben... Dit hebben we hier gehad. Oh ja, Mura. Je zou het bijna vergeten. En terecht. Nou, dit is Mura. Hier, ze hebben een hele grote vogel hier of zo. En ja, ik kan hier echt heel weinig over vertellen. Want ik weet voor de rest helemaal niks van dit land. Dit is een hoofdstad. Zal niet in 3D zijn waarschijnlijk. Nee, is niet in 3D. En hier is nog een stad. Hier hebben ze de Witte Stad. Schijnt heilig te zijn of zo. Mesa. Wat ongelooflijk vervelend voor ze. Want Mesa is echt een stomme biome. Ook nog een klein stadje. Dit is weer Ljord volgens mij. Met een havenstadje. En rond trouwens ook bijzonder. Om een ronde stad te hebben. Maar waar wij nog niet klaar mee waren was met je Nava. Want Mura, daar kan ik echt helemaal niks over vertellen. Dat is echt ongelooflijk oninteressant. Het spijt me mensen van Mura. Oh ja, dit is die oude toren. Die is ook echt heel erg seizoen 1. Gewoon, het is hoog dus het is cool. Die theorie. En wat hebben we dan? Dit is volgens mij dat stukje van Cosmo. Ik weet niet hoe het heet. De provincie. Ik heb het wel geweten. Maar ik weet het even niet. Dit is een provincie. Die wordt gescheiden door Kantatribo. Want hier gaat die provincie verder. En dat is best wel vervelend. Want hier zit dus de hoofdstad van die provincie. En om dus bij je Nava te komen, moeten ze door Kantatribo heen. Dat is best wel heel erg negatief voor ze. Dit is trouwens de grens. Want je Nava en Kantatribo die hebben nooit zo goed met elkaar kunnen opschieten. Dus die hebben een grens gebouwd met een hele indrukwekkende muur van Kantatribo, zoals je kan zien. Nou ja, heel indrukwekkend. En dan dit rare ding van je Nava. Dat slaat er ook helemaal nergens op.
En wat je dan krijgt is, bam, echt een indrukwekkende muur van Kantatribo. Ik heb ervoor gestaan, want we moesten vechten tegen Kantatribo. Ze hebben alleen dit stukje fort gehad. Nou, ik kan je vertellen, je wordt er echt niet heel erg vrolijk van om hier naar binnen te moeten komen. Is best wel een dingetje. En dan heb je hier een enorm ding dat waarschijnlijk de troonzaal is, maar ik weet het niet echt goed. Moet je zien, man, wat een dingen zij allemaal hebben gebouwd. Waarom kunnen andere kingdoms ook bouwen en heb ik Khaleesi? Het is zo jammer. Nou ja, niet dat Khaleesi lelijk is ofzo, maar het is zeker niet het mooiste kingdom als je het mij vraagt. Mooi pad, wow. En ja, nou, ik vind dit ook een van de mooiere bouwstijlen. Moet je eventjes zien, zeg. Jeetje, zeg. Ongelooflijk, wat groot en wat prachtig. Laten we weer naar 2D gaan, dan hebben we een beter overzicht. Dit is denk ik iets van een heilige boom van Raftagar. En dit is allemaal waar ze ooit begonnen. Hier begonnen ze ooit met een stadbouw. Dat was toen nog meer een Rimboe verhaal. Voordat ze echt begonnen met cool zijn. En daarna hebben ze dit enorme ding erbij gebouwd. Met deze hele, dit hele grote grensfort. Eerst was dit fort alleen een fort. En daarna hebben ze er ook een muur bij gebouwd. Maar zoals ik al zei, ik heb hier naar binnen moeten komen. Omdat volgens mij moesten we meneer Maxime bevrijden hier. Nou, dat was geen feestje. Ik ben daar dood gebleven. En dat was best wel naar. Ja, voor de rest is het natuurlijk weer waardeloos ingerenderd op de dinmap. En ook Kantatribo is zo te zien behoorlijk volgebouwd. Hier is, oh, hier is een heilige boom voor achtergaan. Oké. Van wie is dit? Is een vulkaan met een boot ernaast. Ziet eruit als een Fenrinboot door die rode zeilen, maar dat weet ik niet zeker. En dan heb je hier dus dat stukje van Yennava. Indrukwekkend. Wat hebben we dan nog niet gehad? Oh ja, je zou het bijna vergeten. Ik weet niet eens meer hoe het heet. Dit was Teros en dit was Magnos. Nou, Magnos daar is een expeditie naartoe geweest door Khaleesi. Want volgens mij hebben we een beetje ruzie met ze. Nou, dat weet ik niet zeker. Nou, ze schijnen echt helemaal in de war te zijn, want ze zijn iets met een berg aan het vereren of zo, of iets in een berg, of iets op een berg, ik weet het niet precies. En Teros en Magnos is volgens mij één geworden, dit is allemaal nog oud. En ze hebben een enorme stad. En ja, ik weet niet, ik was op vakantie tijdens die expeditie, dat vond ik wel heel erg jammer, anders had ik het wel willen filmen. En dit ziet er heel erg Medusa uit met al die gekke paddenstoelen, maar het zal wel allemaal. En wat we hier nog hebben is een Empire-eiland. Gezellig. Ziet er al echt uit dat je denkt van wat een prachtig oord. Een beetje Mordor. Ik zou dan jou op vakantie willen. Het is enig. En wat er dan als laatste nog overblijft, denk ik, dat hebben we nog niet gehad. Ja, alleen dat, denk ik. Als jij in een kingdom zit wat ik heb overgeslagen, sorry. Dit is het enige wat nog overblijft. Dit is natuurlijk het Goden Kingdom. Elementals is natuurlijk niet bevolkt. Want Elementals is best wel weg. En het is allemaal roleplay. En het is een beetje vervallen. Het zweeft ook. Dat kan je hier niet zien. In 3D natuurlijk ook niet. En dat was hem eigenlijk wel. Ik ben al ruim 30 minuten aan het praten. Dus ja, ik hoop dat het de moeite waard was en dat jullie denken van jeetje wat enig dat ik jullie dat heb laten zien. Als jij nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, dan moet je dat natuurlijk zeker eventjes doen. Want mijn streven was om deze zomervakantie, die inmiddels bijna voorbij is, de 100 abonnees te halen. Nou, dat kan ik jullie wel vertellen. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, maar dat geeft allemaal niet. Want op het moment hebben wij 86 abonnees. Nou, het is meer dan toen de vakantie begon, dus dat is dan wel weer positief. Druk ook even op dat duimpje omhoog. Dat lijkt me ook echt een heel erg goed idee. En ja, wat kan je nog meer doen? Video delen als je daar zin in hebt of zo. Ik weet niet. Ja, doe maar wat. Ik hoop jullie bij een volgende video weer te zien. Laters.